Beide ploegen stellen zich op. Er worden nog even wat handjes geschud. De aanvoerder van DVS 33, Richard Terpstra, gaat natuurlijk naar de aanvoerder van hier ertoe. Geeft hem even een klauw. En de aanvoerder van hier is natuurlijk Brian Klaassen. Wij gaan vanmiddag kijken naar een wedstrijd tussen Hierde en DVS 33. Ja, heel erg mooi dat dit natuurlijk uit de koker is geschoten van de KNVB. Alsof ze wisten dat Lex Hilarius, onze cameraman, zowel bij Hierde als bij DVS de camera heeft bediend. Dat moeten ze gewoon geweten hebben. En dat is wat dat betreft heel erg doorgestoken kaart geweest. Hierde tegen DVS 33. Het is een mooi affiche. Het is ook te zien aan alle toeschouwers hier langs de lijn. Het zijn er behoorlijk wat. En ja, wat dat betreft verheug ik mij zelf en hopelijk u ook op deze wedstrijd tussen Hierde en DVS. En denk nou niet dat DVS heel erg makkelijk zomaar over deze ploeg heen walst. Want Hierde zal alles in het werk stellen om het voetbal wat DVS kan spelen onmogelijk te maken. Nu, speelbeeld is nu al vrij duidelijk. DVS veel in balbezit. Hierde eigenlijk alleen maar afwachtend en hopen dat er een paasje mislukt. Zodat ze heel snel eruit zouden kunnen komen middels Ali Akashar en Ali El Haddadi. Ali Akashar, bal aan de voet. Een man met een goede techniek. Individueel goede voetballer. Vergeet nog wel eens een keer het ploegbelang. En wil nog wel eens wat te lang doorgaan. Maar op zich, met zijn voetbalkwaliteit op zich, is niks mis mee. En Epe kan niks anders dan de bal weer over de zijlijn plaatsen. Nu Daniel van Warven, Maurice de Ruiter, driehoekje met Roald de Vries. Maurice, mooie paas op Jarelpoot. Jarelpoot, mooi schot. Gaat net voorlangs. Stand blijft dus 0-0. In dit geval aan de rechterkant. Links getrapt. Indraaiende hoekschop van Mike Arends. Veel beweging voorin in het strafschopgebied. Komt die bal daar. Maar kan worden weggewerkt door Danny Zwager in dit geval. En ook nu weer balbezit DVS Stefan de Geijter. Ja, de balbezit daar voor DVS. Mike Arends aan de rechterkant geeft hem mee aan Ronald Hoek. Ronald Hoek zet die bal voor. Christian van der Kamp probeert te koppen, maar raakt de bal verkeerd. Waardoor Mike Arends toch weer balbezit krijgt. Die paast hem op Roald de Vries. Roald de Vries direct door naar Ronald Hoek aan de rechterkant. Komt weer de zoveelste voorzet. Maar ja, dat strafschopgebied is natuurlijk bom en bomvol met Hierdenaren. Een paar DVS'ers ertussendoor. Ze zullen het dus denk ik toch op een andere manier moeten doen. Meer over de grond. Want ja, die voorzetten, dat is natuurlijk wel heel erg duidelijk wanneer die aankomen, waar die aankomen. En Hierde kan daar tot nog toe prima mee overweg. En ja, werkt eigenlijk al die voorzetten makkelijk weg nu. Joran van Zanten. Joran van Zanten met een kleine misverstand met Mike Arends. Ik mag wel zeggen, een groot misverstand. Waardoor die bal absoluut niet bij Mike Arends komt. En nu via Ali El Haddadi. Die probeert hem te koppen in de richting van Brian Klaassen. Maar Jarelpoot daar tussen twee man. En daar heeft toch Brian Klaassen een lichte overtreding gemaakt. Shirtje getrokken, zegt de scheidsrechter. Hij heeft meer gezien dan ik, moet ik zeggen. Maar goed, DVS 33 krijgt daar een vrije trap ter hoogte van de middenlijn. Komt die bal daar het strafschopgebied in? Ali El Haddadi er natuurlijk bij. Maar zijn oud-ploeggenoten kennen hem. Nu balbezit Roald de Vries. Richard Terpstra, Roald de Vries. En zo komt DVS eruit via Jarelpoot. Christian van der Kamp. Maar 2-3 man is toch net even iets te veel. Ook voor Christian van der Kamp. Hierde kan er toch snel uitkomen via Ali El Haddadi en Ali Akashar. Zo blijft Hierde in balbezit. Zo lang zijn ze nog niet in balbezit geweest achter elkaar. Maar heel eenvoudig de bal afgepakt door Daniel van Warven. En dat is de makke van Ali Akashar. Dat hij de bal nog wel eens te lang bij zich wil houden. Te veel individuele acties wil maken. Waardoor hij zijn ploeggenoten eigenlijk benadeelt. En nu misschien wel het eerste doelpunt van DVS eruit komt. Maar deze paas van Mike Arends bereikt Christian van der Kamp ook niet. Zodat Hierde er weer uit kan komen.
Ja, het is een zeer teleurstellende wedstrijd tot nog toe. Natuurlijk niet voor de supporters van Hierden, want die zijn wel blij met die 0-0. Nu misschien dan een prima poging van Maurice de Ruiter. Maar Dekker, de doelman van Hierden, die weet toch nog die bal net even aan te tikken. Waardoor het een hoekschop wordt voor DVS. Dit was eigenlijk de eerste echte 100% kans voor DVS. Door een mooie individuele actie van Maurice de Ruiter. Die kinderlijk eenvoudig zijn tegenstander passeerde. Nu vanuit die hoekschop. Wie weet, nee, die bal wordt daar van het doellijn afgekopt. En nu weer tegen de lat via Joran van Zanten. En daar toch drie spelers die tegelijkertijd op de grond liggen. En de ingooi is voor Hierden. Daar probeerden alle spelers een prima combinatie aan te gaan met de scheidsrechter. En uiteindelijk mislukt dat. Joran van Zanten. Joran met een diepe bal op Christian van der Kamp. Die kopt hem door naar Daniel van Warven. Maar Ugur Ayas die leest de situatie weer goed. Nu snelle uitval van Hierden. Ja, en daar een uitval en een poging van Ali El Haddadi. En die komt gewoon wel op doel. En Paul Epping, de keeper van DVS, die staat daar goed in positie om die bal tegen te houden. En het was zomaar een mooie aanval van Hierden. We maakten net een situatie mee waarin DVS 200% kans kreeg. In de eerste instantie een mooie individuele actie van Maurice de Ruiter. Die omspeelde zijn tegenstander. Kwam op het doel, schoof, dacht de bal even in de rechter benedenhoek te schuiven. Maar de keeper Dekker, die kon er toch net bij met een handje. En uit die corner was er ook een scrimmage op het doel. Die bal belandde op de lat een keer en werd van de lijn ook nog een keer afgehaald door een van de verdedigers van Hierden. En dat waren dus twee kansen voor DVS 33 om op een 1-0 voorsprong te komen. Natuurlijk zou dat ook een terechte voorsprong zijn geweest. Maar het spel tot nog toe is in deze eerste helft ook echt niet om over naar huis te schrijven. Tempo ligt veel te laag. Hierden die kan dat makkelijk behappen tot nog toe. En ja, misschien hebben ze wat voorwerk willen verrichten voor de tweede helft. De tweede helft staat op het punt om te beginnen. Christian van der Kamp toucheert de bal. En via Daniel van Warven komt hij bij Yasin Koert en Richard Terpstra. En ik kijk naar Ugur Ayas, maar mislukte poging. En nu Daniel van Warven in het strafschopgebied. Hij schiet op doel, maar kan de keeper. En toch, ja hoor, hij zit erin. Alle Arubanese. DVS 33 staat op een 1-0 voorsprong. Maurice de Ruiter die tikt hem in. Dat is natuurlijk heerlijk dat na twee minuten in de tweede helft het eerste doelpunt valt. Na goed doorzettend werk van Daniel van Warven. Die schiet keihard op de vuisten van doelman Martijn Dekker. En die terugkomende bal in de rebound wordt door Maurice de Ruiter simpel ingetikt. DVS 33 op een 1-0 voorsprong. Geerling. Ja, en inderdaad het eerste doelpunt is hier gevallen in Hierden. En ja, nu is denk ik ook wel alles wat DVS is los. Daarnet was al een tweede kans. Maar het doelpunt was dus in het voordeel van DVS 33. Het was, ja, prachtig. Hier volgt het tweede doelpunt. Een mooie kopbal. Een schitterende voorzet van Ronald Hoek en Christian van der Kamp. Die knalt die bal met zijn hoofd. En Geerling Hamstra, je kan nu helemaal gerustig een duik nemen. Ga lekker het zwembad in. Want DVS 33 is hier op een 2-0 voorsprong gekomen. Het was een hele mooie voorzet van Ronald Hoek. En een prachtige kopbal van Christian van der Kamp. En oh, nu werkelijk een hele mooie volley van Christian van der Kamp. Maar de keeper van van hier Martijn Dekker, die weet met een katachtige reactie die bal toch te pakken te krijgen. Een hele mooie voorzet van Maurice de Ruiter op Christian van der Kamp. En half vallend met een prachtige volley weet hij hier bijna de 3-0 te scoren. Maar bijna is nog niet helemaal. Dus de stand is nog steeds 2-0. Maar wordt het toch gewoon Mike Arends. Iedereen stelt zich op in het strafschopgebied. Ja, komt die aanloop van Mike Arends. En toch weer een doelpunt of een doelpoging rechtstreeks op het doel van Mike Arends. En het is dat Martijn Dekker op de goede positie stond en die bal kon wegboksen. Want anders was dit alweer de 3-0. Richard Terpstra naar Ronald Hoek. Nee.
En nu een kans voor Hierden. Maar oh, daar gaan ze niet goed mee om. Na een toch wel zwakke bal. Zwak uitverdedigen van Edmund Mijnheer. Ik dacht dat het een misverstand was met een van zijn medeverdedigers. Maar goed, niet een lekker begin van Edmund Mijnheer. Die dus inmiddels gewisseld is. En Mike Arends probeert wat op te zetten met Ronald Hoek. Maar de scheidsrechter beslist daar toch dat het een ingooi. Nee, een vrije trap wordt voor DVS 33. Snel genomen door Ronald Hoek. Nee, toch een ingooi. Hey. William Hunestein. William Hunestein. En daar de inkomende. En ja, nou, dit was echt een 100% kans wel vanuit de draai ingeschoten. En dat had zomaar de 2-1 kunnen betekenen. Dat was, dacht ik, in dit geval Jeroen Spoelstra die doelpoging ondernam. Nee, dat was toch niet Jeroen Spoelstra. Ja, toch, Jeroen Spoelstra, de nummer 14. William Hunestein staat klaar om de hoekschop te nemen. Indraaiende bal. Maar hij kiest voor een korte corner. Komt die bal daar. Levert toch wel weer een gevaarlijke situatie op. Een prachtig schot. En daar kan toch Paul Epping niet voorkomen dat de bal via een DVS'er over de achterlijn gaat. Een vrije trap in het voordeel van Hierden. Wat zou dat gaan brengen? Ook nu weer William Hunestein die daar gaat trappen. Komt die bal lekker strak, hard. En daar krijgt Paul Epping de bal niet klemvast te pakken. En zou zomaar uit de rebound een van de spelers van Hierden hebben kunnen scoren. En de DVS probeert er snel uit te komen nu via Maurice de Ruiter. Die paast hem op Mike Arends. Maar de bal is eigenlijk een beetje te lang onderweg in de lucht. Waardoor de verdediging van Hierden zich kan herstellen. En ook nu weer balbezit Mike Arends. Die via een paar bewegingen toch die verdediger behoorlijk onzeker maakt. Maurice de Ruiter nu verplaatst het spel. Helemaal naar de andere kant. Prachtige paas op Jordi Grovenstein. Jordi Grovenstein met de bal aan de voet. Passeert daar kinderlijk eenvoudig zijn tegenstander. Legt die bal fantastisch mooi terug. En via de binnenkant van de paal belandt de bal gewoon in de handen van Martijn Dekker. Dit had zomaar de 3-0 kunnen zijn. Hele mooie actie van Jordi Grovenstein. Die de bal prima teruglegde op Christian van der Kamp. En Martijn Dekker namens Hierden brengt de bal weer het speelveld in. Altijd een beetje respect houden voor je tegenstander. In dit geval een speler van DVS 33. Nou moet je daar natuurlijk in principe als ploeg zijnde die tegen DVS speelt altijd respect voor hebben. En DVS kan via balbezit weer gevaarlijk gaan worden. Jordi Grovenstein. Jordi Grovenstein naar Jerel Poot. Jerel Poot. Die daar Mike Arends bereikt. En Mike die zoekt zijn maatje Maurice de Ruiter op. En Maurice de Ruiter met de bal aan zijn voet bereikt daar Mike Arends. Het lijkt erop alsof hier helemaal zoek gespeeld wordt nu. en dat uitzicht uiteindelijk in toch nog een redding van een speler van Hierden. Die echt een redding brengt op de doellijn ongeveer. Jelle Poot die probeert de bal nog voor te krijgen. Maar via een speler van Hierden gaat de bal over de achterlijn. En mag DVS gaan ingooien. DVS zou er goed aan doen om toch nog even die stand naar 3 of 4-0 te tillen. Dat heeft een nog wat beter aanzien. En dat geeft de verhoudingen in het veld toch nog iets beter weer. Want je zag net toch heel erg duidelijk dat hier de hapt naar adem. En dat ze echt rijp zijn voor de slag. Nu moet DVS alleen nog maar even die trekker over gaan halen. En komt die bal daar bij de tweede paal. Een schot van Yashin Koert. Maar die had zijn wreef te veel onder de bal. Waardoor die ongeveer in de weilanden ergens in een van deze fantastische boerderijen in de buurt van hier terecht komt. Paul Epping. Bal naar Edmund Mijnheer. En de scheidsrechter vindt het mooi geweest. We hebben gekeken naar een oninteressante eerste helft. Een interessantere tweede helft. Volkomen verdiende overwinning voor DVS 33 in dit bekerduel. DVS bekert verder door de 2-0 winst op Hierden. Hierden wensen we heel veel succes verder in de competitie. En DVS 33 mag het volgende week weer gaan proberen tegen Staphorst. In de competitie in de hoofdklasse C. En dan zal het toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen.